op de website van Professional Bootcare. We gaan een beetje een uitleg geven op welke radio je kunt kiezen. Voor de sloep, of voor de zeilboot, of voor een specifieke boot. Dit is Joris Verbuijs. Hij gaat ons uitleggen hoe een radio te kiezen voor je boot. Joris. Hoi Michel, goedemorgen. Hoi. Hoe kies ik een radio en wat voor radio heb je nodig? Bij een keuze voor een radio in een boot zijn er een aantal dingen waar je van tevoren even over na moet denken. En dat is natuurlijk waar wordt de radio geplaatst. Wordt de radio geplaatst in een kajuit die op het algemeen dag beschermd is? Of wordt de radio geplaatst open in de kuip waarbij die een beetje toch wat meer last heeft van weersinvloeden? Als je gaat kijken naar de type radio's die wij hebben, zijn er eigenlijk twee type radio's die je kan zien. Ene zijn radio's die weersbestendig zijn, dus dat zijn radio's die niet waterdicht zijn, maar waarbij er een coating op de printplaten zit die eigenlijk ervoor zorgt dat water geen desastreuze invloed heeft op de radio zelf. Daarnaast gaan we dan naar de echt waterdichte radio's toe en dat zijn bijvoorbeeld deze van MP Quart of anders deze van Quatic, waarbij de radio van MP Quart waterdicht is, waterdruppels op terechtkomen en waarbij de radio van de Quatic echt volledig waterdicht is, daar zou je eventueel zelfs een hoge drukrijder op kunnen zetten. Dus eigenlijk zie je dat deze radio is gewoon bestemd voor het weer, dus volgt geen probleem. En deze twee radio's, daar kan eigenlijk gewoon met de boot gewoon niks mee misgaan. Oké, en qua speakers? Speakers zijn makkelijker voor de fabrikanten om bestand mee te maken tegen water. Dus eigenlijk alle speakers die er zijn volledig waterdicht. Dus ze kunnen gewoon in het spatwater zitten, in zoutnevel zitten, noem het dan maar op. Dat maakt allemaal niets uit. Dus bij speakers, als je daarvoor gaat kiezen, zijn eigenlijk zaken als inbouwdiepte. Hoe ziet de speaker eruit, vind ik hem eigenlijk wel mooi. Of klankbeeld, eigenlijk doorslag geven. Ja, voor een huis, tuin, keuken, sloep, welke zou je adviseren? Eigenlijk voor huisstijlende keukensloeps zijn ze allemaal gewoon geschikt. Ja. Waar je op een gegeven moment de keuze uit gaat maken, is natuurlijk het budget wat je hebt. Hoeveel geld wil je spenderen aan een paar speakers. Maar je gaat ook kijken naar het klankbeeld. Je gaat luisteren en je gaat denken, vind ik dit wel mooi geluid? Ja. Waarbij je bijvoorbeeld de JBL speakers, je hebt hier de 16 cm speakers, je hebt hier de 6x9 ovale speakers. Dat zijn speakers die typisch geschikt zijn voor moderne muziek. Dance, lekker aan het bassen erin, komt dat maar heel erg veel geluid uit. Dus deze hebben we een hoog volume. Oké, ik heb zelf een iPod. Ja. Hoe zit het met deze radio's? Kun je dat gewoon normaal aansluiten? Of? Ja, dat is eigenlijk wel grappig, want iedereen heeft tegenwoordig eigenlijk wel een vorm van een mp3-speler, of nou een iPod is of een andere mp3-speler. Dus je ziet ook dat verschillende fabrikanten steeds meer mogelijkheden voor mp3 of iPod afspelen hebben. Waarbij je eigenlijk ziet dat MP Quart en Quatic naar het kerstje gaan. Dus als we beginnen met MP Quart, we hebben hier even niet staan, maar MP Quart heeft een iPod docking systeem. Ja. Dus dat is gewoon een klein kastje, dat kan je gewoon in je dashboard monteren. En daar kan je vervolgens gewoon je iPod in kwijt. Okay. En vervolgens kan je iPod helemaal bedienen via de radio. En daar heb je dus al je muziek gewoon bij je aan boord. En Quatic gaat nog wat verder en die hebben gewoon een radio waarbij de iPod volledig geïntegreerd is in de radio. Okay. Dus daar heb je dan vervolgens eigenlijk gewoon je iPod in zitten. Dit kan met de iPod, met je iPhone, alles kan hier in elke generatie kan hier. Grote voordeel hiervan is met name voor een snelvarende boot, veel omvrij, die is dan volledig opgesloten in de apparatie. Helemaal vast geklemd wordt, vervolgens waterdicht wordt opgesloten. Dus je iPod is helemaal veilig, kan niks meer gebeuren en wordt nog opgeladen. Dat is een mooie stem. En met afstand besturen van de radio. Ja. Ik heb hier een hele leuke afstand. Ja, mooi. Ja, dit heb je iets voor deze radio. Ja, dat klopt. Al deze radio's zijn ook beschikbaar met een afstandsbediening. Deze zijn beschikbaar met een kabelafstandsbediening. Ja. Dus dan moet je al met een kabel ergens naar je stuurstand toe trekken. En deze radio's die hebben wat grappigs. Want die kunnen ook voorzien worden van een afstandsbediening via radiogolf. Okay. Dus dat is bijvoorbeeld de afstandsbediening die je daar in je hand hebt. Dus geen bekabeling? Geen bekabeling, maar ook niet infrarood. Infrarood moet je altijd op de radio richten. En bij deze kan je eigenlijk gewoon, zelfs als je hier gaat staan, kan je nog je radio bedienen. Oké, okay, ja. De
dus dat is het grote voordeel, omdat soms zit de radio natuurlijk een stukje weggebouwd. Misschien niet altijd direct in het zicht, daar kun je uit. En op deze manier, met zo'n afstandsbediening, kan je hem eigenlijk overal bedienen. Er zijn ook speciale afstandsbedieningen die je op je stuurstand kan plaatsen. Hoef je eigenlijk alleen met 12 volt toe te werken. Je kan hier met 10 van dit soort afstandsbedieningen plaatsen. 10 stuks, dus eentje op je flybridge, eentje in je kajuit, eentje in je kuip en nog eentje op je zonnedek. Nou, bedankt voor deze informatie. Graag gedaan. Mocht u nog vragen hebben, bel ons gerust. Tot ziens.